Het stadsdeel Pest wordt beheerst door de 96 meter hoge koepel van de Sint-Stefanus-basiliek. Deze basiliek bevindt zich aan het Sint-Stefanusplein en is de grootste kerk in Boedapest. Niet minder dan 8000 gelovigen kunnen hier de eredienst bijwonen. Ze werd na een bouwperiode van enkele tientallen jaren in 1906 voltooid. De bouw van de kerk begon in 1851 onder de architect Jozef Ilt, maar deze overleed. Nadat de koepel in 1868 was ingestort, moest men opnieuw behingen. Door de architect Miklos Gibel werd een nieuw neorenaissance ontwerp van de kerk gemaakt, maar deze stierf eveneens in 1891. De bouw werd uiteindelijk onder Jozef Kouster afgerond. Aan beide zijden van het ogenportaal, dat de vorm heeft van een triomfboog, staan in de nissen figuren van kerkvaders. Ook de poort is voorzien met bas-reliefs van heiligen. Het interieur en de koepel is rijk versierd met fresco's, gravures en mozaïeken. Alle bekende Hongaarse schilders en beeldhouwers van rond de eeuwwisseling werkten mee aan de vervaardiging van deze basiliek. Voor de binneninrichting werden er meer dan 50 verschillende soorten marmer verwerkt. Bij de kunstminnende Hongaren en toeristen is deze kerk ook bekend voor zijn orgelconcerten van Bach en Vivaldi. De patroonheilige Stefanus was de eerste christelijke koning van Hongarije. Later werd hij door paus Ladislaus I van Hongarije heilig verklaard en kreeg de eretitel Apostel-Koning. Zijn gemummificeerde rechterhand wordt als reliek in deze basiliek bewaard. Zijn levensgroot standbeeld staat op het Heilige Drievuldigheidsplein in Boedapest.